Ja. Dit is jouw eerste keer bij Roy. Ja, dat klopt. Ik ben zo benieuwd wat jij wilt delen met ons, wat jouw aha-momenten zijn. Vertel. Ik ga echt helemaal stralen naar huis. Ik heb het gevoel dat ik echt het beste uit mezelf heb kunnen halen deze week. Ik voel me vooral meer verbonden dan ooit. Dat was voor mij ook heel belangrijk. En nu heel doelgericht. Ik heb hierna echt gewoon concrete tools waarvan ik denk, oké, dit ga ik doen, dit ga ik doen, dit ga ik doen. En daarnaast weet ik dat ik gewoon zoveel heb geleerd hier, wat ik ook echt kan meenemen, waardoor ik dus dagelijks weer nieuwe ideeën kan downloaden. Dus het is gewoon heel... deze week was echt gewoon... Sommige dingen weet je al, maar daar word je gewoon aan herinnerd. Ik heb ook een deel opgeruimd van het verleden en hele mooie dingen gehaald uit de toekomst. Dus dat was voor mij echt een hele mooie combi. Dus verleden, nu en de toekomst. En ik heb gewoon het gevoel dat ik zoveel dingen mee heb gekregen waar ik echt verder mee kan. Dus voor mij is het nu echt aan de bak gaan en wie weet nog een keer terugkomen. Maar ik wil nu ook vooral gewoon aan de slag. Want het heeft me ook super veel energie gegeven en fijn om gelijkgestemde mensen te vinden. Dus het heeft me echt, ja, ik bruis er gewoon van. Dus ik vond het echt heel erg mooi. Super, ja. Dankjewel voor het delen, ja. En genieten van. Ga ik doen. Ja. Goed. Nou, een hele week een quantum hypnose training. Yes. Wat zijn je biggest aha's, je mooiste momenten die je graag met andere mensen wilt delen, zodat ze ook in contact kunnen komen met deze mooie quantum denken? Wat ik het gaafste vind is dat ik mijn quantum zelf, dat ik daar nu echt wel mee in gesprekken ga. En voordat ik nu, jij nu net aan het vroeg van of ik dit op wil nemen, was ik al met haar in gesprek om gewoon even te kijken van wat is wijze. Ik heb een ik heb me aangenomen voor de volgende ronde. Wauw. Ik vind het wel, dankjewel. En ik voel ook wel een beetje spanning van de financiën, van hoe ga ik het redden. En nu was ik met mijn quantum zelf net wel even in gesprek gewoon van oké, weet je, hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja, en mooi. Ik kreeg net ook een beetje tips en advies toen je het me de vraag stelde. Dus dat vind ik wel heel gaaf. Dus aan de ene kant wel erkennen dat het er is, dat gevoel. Aan de andere kant ook beseffen dat ik heb van de week heb ik een paar keer met mensen ben ik in gesprek gegaan over geldzaken en heb ik van hen ook tips en advies gekregen. En ze zei, en dat is ook iets waar je ook mee aan de slag kan gaan en dat je daar de komende dagen ook echt mee aan de slag kan gaan. Nou, dat zijn wel van die dingetjes, dus het komt gewoon wel goed, weet je wel. Dus ik mag echt gewoon met gratis genot en gemak en plezier mag ik het ontvangen. Ja, mooi. Niet dat ik bedacht voor het delen. Dus dat is wel heel gaaf. Ja, dank je. Zijn we nou een hele week van de quantum-connection. En wat zou jij met de mensen en met Roy willen delen? Is jouw ervaring van deze week? Echt een rollercoaster van emoties, mezelf heel goed leren kennen. Ik merk heel veel rust in mezelf, want ik wilde een pak trager in het leven staan. Vol vertrouwen nu, uitkijkend naar de wereld. Daarvoor bleef ik heel veel echt binnen en thuis. En nu voel ik me echt klaar om de maatschappij aan te kunnen en mensen te helpen. Ik heb een nagelstudio, dus ik heb heel veel ongelukkige meisjes en vrouwen die bij mij komen. Dus ik hoop echt een verschil te kunnen maken voor de mensen die het moeilijk hebben. En ik hoop er de volgende keer terug bij te zijn. Dus ik kan het manifesteren dat ik erbij kan zijn. En het is een ongelofelijke ervaring. Het is once in a lifetime, uniek. Echt heerlijk, heerlijk. Echt heerlijk. Ja. Dankjewel. Jullie ook, dankjewel. Dankjewel aan heel het team. En ik hoop er ooit bij te kunnen horen bij het team van Roy Martina. Dus kan hè. We moeten het alleen graag genoeg willen, zeker hè. Ja, dat is zo. Bedankt en dat goed. Ja, zeker.